Op 20 september maakte Breda een heus verkeersinfarct mee. De reden? Verschillende wereldtoppers stonden aan de start van de tweede etappe van de Eneco Tour 2016. Dit jaar deed deze wielerronde weer Breda aan met een individuele tijdrit voor wielerprofs. Voorafgegaan door een ploegentijdrit voor liefhebbers, waaronder burgemeester Paul Dupla. En een kidsride waar vele Bredaanse kinderen, aangevoerd door Leontien van Moorsel, aan meededen. Het parcours van 9,6 kilometer leidde de wielrenners van de start op de Claudius Prinsenlaan tot het Masbos en weer terug. Winnaar, de Australische wielrenner Rowan Dennis.